Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrikt. Goedemorgen, dit is VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. In dit filmpje wil ik het hebben over kijken, soorten stijgen en dalen. En dat dan in verband met de afgeleiden. Dus gewoon eerst even kijken welke soorten stijgen en dalen we ook alweer hebben. En dan gaan we kijken hoe we dat kunnen koppelen aan de afgeleiden. Dus super interessant allemaal. Er is altijd één mooi plaatje wat ik de hele tijd maak bij soorten stijgen en dalen. Dat is dit. Geleerd van een leerling. Welke vier soorten stijgen en dalen zijn dit? Roept u maar. Stijgend, maar je bedoelt toenemend stijgend. Ja, ik hoor het af met TS. En dit? Afnemend dalend. En dit? Toenemend dalend. En dit afnemend stijgend. Oké, goed. Nou, er blijkt een verband te zijn tussen het gedrag van de afgeleide en de functie zelf. En dat wil ik laten zien door even een functie te tekenen waar alle vier deze soorten stijgen en dalen in zitten. Dus ik heb een functie fx. En die grafiek ziet er zo uit. Ja? En ik ga ook even een schets maken van de hellinggrafiek, de afgeleide. Oké. Hoe moest je ook alweer de hellinggrafiek schetsen van een grafiek? Welke belangrijke punten moest je pletten? De toppen en de dalen, want in een top is de helling 0. En in een dal is de helling 0. Eigenlijk moet je zeggen berg en dal, hè? Dit is een top en dit is een top en dit is een berg en dit is een dal. Oké. Is de grafiek hier stijgend of dalend? Stijgend, dus de helling is positief. Is de grafiek hier stijgend of dalend? De helling is negatief. Is de grafiek hier stijgend of dalend? Oké. Dan moet je een grafiekje tekenen wat hieraan voldoet. Dus dan teken ik dit grafiekje. Zie je dat? En dit punt hier, dat correspondeert met die top daar. Oké. Wat voor soort stijgen en dalen heb ik hier? Afnemend stijgen. Oké. En hier? Toenemend dalen. En hier? Afnemend dalen. En hier? Toenemend stijgen. Oké. Dan komt er nu het volgende verband tussen de afgeleide en de soorten stijgen en dalen. En die vier regeltjes, die schrijf ik hieronder. Kijk, als de afgeleide positief is, die afgeleide is positief toch? En hij daalt, dan heb je te maken met afnemend stijgen. Ja, het is een beetje druk op de gang inderdaad, maar het raam staat niet helemaal dicht, hè? Oké, goed zo. Oké, ja? Wat wou je zeggen, Cedric? Dat heeft toch geen effect. Die kinderen hebben geen respect meer voor autoriteit. Zeker niet als je geen autoriteit hebt. Oké, goed. Toenemend dalend, ja? Wat doet de afgeleide dan? Nou, hij is negatief en hij daalt. Ja? Dus dan zeg je, afgeleide is kleiner dan 0 en afgeleide daalt. Oké, hier is de oorspronkelijke grafiek afnemend dalend. Wat doet de afgeleide dan? Nou, de afgeleide is negatief. En de afgeleide stijgt. Zie je dat? Zie je dat die stijgt? Zie je dat het lijntje stijgt? Oké. Dus als de afgeleide negatief is en stijgt, dan is de oorspronkelijke grafiek afnemend dalend. Oké, laatste. Toenemend stijgend. Als de afgeleide positief is en stijgt, dan is de oorspronkelijke grafiek toenemend stijgend. Nou, dit ziet er allemaal super simpel uit, hoop ik. Zijn hier vragen over of opmerkingen? Want ik ga nu een voorbeeld doen. Oké. Goed, dus dit is de afgeleide functie. En de afgeleide functie doet dit. Ja? Wat voor soort stijgen en dalen heeft de oorspronkelijke functie dan? Denk eens na. En als je denkt dat je het weet, mag je je vinger opsteken. En dan mag je het zeggen. Ja. Afnemend dalend. Even kijken. De afgeleide is negatief en hij stijgt. Afgeleide negatief stijgt. Dat is dit. Afnemend dalend. Ja. Oké.
Dus die grafiek zelf is toenemend stijgend, zie je dat? De grafiek van de afgeleide is toenemend stijgend, maar dat boeit niet. De afgeleide is negatief en stijgend. En als de afgeleide negatief is en stijgend, denk je van, oh, dat is die, afnemend dalend. Ja? Niet gek laten maken. Deze ook. Deze afgeleide is ook negatief en stijgend. Het oorspronkelijke ding is ook afnemend dalend. Ja? Dus het maakt niet uit of die afgeleide toeneemt of afnemend aan het stijgen is of dalen of wat dan ook. Je moet alleen maar kijken, stijgen of dalen en positief of negatief. Er zijn vier mogelijkheden, je kan stijgen of dalen in mijn positief of negatief. En die vier mogelijkheden corresponderen met de vier dingen die je kan hebben met soorten stijgen en dalen. Mooi hè? En op deze manier kan je het ook zelf onthouden. Dus je hoeft niet uit je hoofd te leren van, oh, als de afgeleide positief is en dalend is, dan is de oorspronkelijke grafiek afnemend stijgend. Je tekent gewoon dit plaatje. Ja, tenminste zo onthoud ik. Ik onthoud het ook niet. Ik moet dit plaatje maken en dan zeggen, oh ja, zo zit het. Ja? Oké, dus het is een leuke oefening voor jezelf om een plaatje te tekenen. Zijn hier nog opmerkingen of vragen over? Oké, dan heb ik er nog een aantal sommen voor jullie. Maar we gaan eerst even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen. Dat jij die shit snel begrijpt, yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen. Dat jij die shit snel begrijpt, yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.